Mooi, hè? Mooi. Ja, prachtig. Het mooiste woord van Grun heb ik gehoord. Dus, en met zo'n tankpasje kun je dat mooi in de rok kruipen. Ja. Ja. Dus, en die zout is van ons zilver, dus dat mag ook. Dus, dat mag gewoon. Maar goed dan. Nee, hè? Maar het laptop mag helemaal aanklap. Ah, dat kan wel houden, denk ik. Goed. Je gaat gewoon op pad. Ja, ja? Dat wel. Nou, gewoon. Ik hoop dat het tankpasje nog wel werkt, trouwens. Ik ben niet van gas geven. Dat rook niet te veel, hè? Nu zei net tegen die mevrouw, die had zo echt, die loopt zo... Ja, dat dacht ik al. Ja. Hoe lang begon het? 10 uur, dus ik moet wel opschieten. Oh, loop een stukje meer. En wat voor een kerk is het? De PKN, Hervormde Kerk. Oh ja. En ja, veel mensen, of loopt er ook wat leeg? Heel erg leegloop. Ja? Soms zitten we met 10 mensen. Ja. En wat zegt u het geloof? Het geloof is voor mij belangrijk. Ja. In welke vorm dan? Wat geeft dat? Het geeft mij steun. Een beetje zekerheid in het leven. Oh, dat is Domi. Waar gaat het over straks? Over oud jaar eigenlijk. Alvast. Want we hebben hier de komende week. En we zijn tussen kerst en oud en nieuw nu. Ja. We hebben van de week kerstfeest gevierd. Ja. En we mogen nu al een beetje vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Maar je kan er somber van worden van dat je dat dingen voorbij gaan. Maar het is ook weer mooi dat je dichter bij de toekomst komt. En die toekomst komt elke dag een stapje dichterbij. Dus wat geweest is, dat is geweest. Maar wat nog komt, is ook mooi. En daar mogen we naar uitzien. Dus nou ja, op de grens van oud en nieuw is dat een beetje de gedachte van de preek van morgen. Nou, prachtig. En dit is voor ons ook echt zo'n idee van, nou, wie begon dat ding aan? Hoe valt er zo'n moment van Bruggerse kerk geweest? Had het fout dat er zo weinig mensen zijn? Ja, hè? Ja, dat is niet anders. We zijn blij dat de kerk nog bestond hier zo in Westerbroek. Ja. Dus ja, ik heb er wel een goed gevoel over. Ja. Ook deze laatste donderdag van 2019 verwachten wij alle hulp in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. We kennen het. Ja, bus weg. Ja, we kennen het ding aan. Ja, toch? Mooi man. Wat gaan we doen? Nou, we gaan naar de Julianastraat, want... Er worden kniepertjes gebakken hier. En we zijn uitgenodigd. Ja. En waar moet jij lachen daarom? Nou, ik vond gisteren vond ik dat geweldig met die spekkerdikken, zeg maar. En de receptjes zo erbij en Ronald zat er lekker om te kouden. Dus nog om wie, dus kniepertjes. Ja. Maar volgens een oud recept, hè? Er is een krantenartikel van 1982 meegestuurd. Ja, want wie komt hier voor het oude recept, hè? Doe ik met me bezig nou. Het oude recept van vroeger. Maar dat is wel al 100 jaar geleden. Zo begonnen ze ermee. Ja. Opa, overgrootopa. En nou even een stokje overdronken en dan weer de kleinkinder. Gezellig. Ik wil mij voorzien, dichter, maar ik vind het wel mooi in zo'n schutje. Ja, hartstikke gezellig. Doen we al vanaf kinds af aan. Wij zijn twee nichten en nu doen we het als volwassenen, nemen we het over van onze ouders. En nu gaan onze kinderen ook mee. Wat vindt u ervan, jongen? Dit is traditie. Nou ja, één, je moet wat. En twee, het is gewoon gezellig. Ik bedoel, je komt toch een keer bij elkaar, je ziet de familie, jong en oud, bij elkaar. Ja. En verheug je dan op? Zeg je, het is weer zoiets. Ja, in een schutje zit. Ja, dat wel. De kniepers liggen 2 dagen thuis en zijn ze op. Dus het liefst zou ik het weer bakken, maar ja, dat is geen traditie meer. Ja.
Hier begint hè? Ja hoor. Ja. De knippertjes, de balletjes draaien en dan het eten. Ja, maar eigenlijk is het zeg maar, niet schuld als ze verschillende grootte krijgen. Ja, 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 ja. We zijn eerst de klant begonnen, dus wat nou groter. Oh, die ben een proefmodel. Ja, ja. Maar doe ze eerst dan een knippertje en doe ze eerst een spekkerdik. Ja, hij is klaar. Oh, die hebben gisteren al aan die spekkerdik. Ja, 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 ja. Maar nou eens even over het recept. Ja. Touw eens even. Dank. Het oude recept. Alles. De mensen die willen allemaal gewoon het recept van de knippers. Ja, wie ook. Ja, maar dat vertelt hij nooit. Dat heb ik niet al duidelijk maar. Oeh, een beetje binaan daar niet zo. Uit mij alleen wat haar en door Klaas nog wat waterdeur in te schieren. Maar als je het blijft, al vuil dat alleen maar. Mooie traditie, hè, dit? Ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Ja. Maar het is zo stopt, hè? Ja, Bino wel. De traditie was Bino nooit deugel. Nee, want? Ja, mijn zoon was er nooit keer, die was er nooit keer niet meer. Vlin je ook met kerst? De eerste kerst dat je zo alleen. Ja. Ja. En dan denk je zo van? Toen is het nooit deugel, maar toen hebben ze allemaal met elkaar een kat weer bij me gesteld. En toen hebben ze gezegd, wie moet terug die traditie allemaal deur laten gaan. Ik heb zelfs al begrepen dat die moeder aan nog meer verdraaid en door de hoogstoel weer waaruit. Ja, ja, daar rol ik weer waaruit. Want die moeder het? Die heeft vader weggebracht. En ik heb ook nog weggebracht. Dus oh, ik heb hem weggebracht? Ja. En boekenkanen ben ik heel sterk, maar binnenin ben ik kapot. Ik vind het heel fijn dat ze nou zo met mijn kop in mijn kop zitten. Ja. Ja. Gun ik jou. Ja, dank je. Even op een zo. En ja. Gauw naar Joren was. Ja, jullie ook. Misschien nog wel, die is auto. Helemaal vol. 1, 2, 3. Goedemorgen. Oeps. En hier ook nog hoi. Ja. Allemaal jullie kinderen? Fernando is pleegzoon. Ja. Ja. Is right. De oudste, 15. Ja. En Samuel is 12, is onze zoon. Ja. En dan hebben we nog 4 dochters. Anna, Eva, Sarah en Lydia. Ja, ja. Jullie hebben een groot gezin. We hebben een groot gezin, ja. Ja. En natuurlijk is dat een bewuste keuze in deze wereld. Ik hoor maar, waarom zoveel kinderen? Nou, eigenlijk is het zo gekomen. Ja, hè? Ja, vertel. Ja, we zijn met de eerste begonnen. Ja. En er zijn er 5 gekomen en dieper zit niet. Ja. Nee, ik dacht na 3 eigenlijk dat het al klaar was. Maar Danielle was er nog niet helemaal klaar mee. Vind je dat zo mooi? Ja, ik vind het mooi. Ja, ja, absoluut. Het is ook een plootje. Hè? Ja, prachtig toch, of niet? Ja. Toen was pleegzoon. Ja. Hoe is dit gezin, jong? Ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Hoe lang ben je al bezig? 2 jaar, denk ik. Ja? Een beetje langer. Ja, 2,5, weet ik niet. Ja. Ja, 2015. Ja. En zegt u nou gewoon broer en zus en alles? Ja, dat wel. Inmiddels al wel, ja? Ja. Ja, ja. Ja. En hoe is het met jou om zeg maar, de ene oudste zoon of de oudste zoon te wezen? Ja, ja. Ja, soms wel lastig als met alleen maar zusjes. Dus. God, ja, ik ben allemaal zusjes. Ja. Ja. Maar je best wel blieden met om, zeker? Ja, daarom wel. Ja, ja. Een goede ja. Versterking. Ja. Ja. Kun je er wel eens reacties op? Zoals van wie denkt, wat een mooi plootje. Want dat mensen zeggen van, zoveel kinderen. Nou, ja, ja, af en toe kijken ze wel in aan zo van, hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, inderdaad, ja. Dat vindt ze mooi, bijzonder. Ja. Kom je nog wel eens een keer aan jezelf thuis, zeg maar. Moet je er ook een keer uit, maar voor jezelf misschien met een Winterberg volkje of zo. Dat je, oh, lijkt me heerlijk. Dat je er even uit kan. Lijkt me heerlijk. Kinderen is geweldig, maar het is soms ook heel fijn zonder. Ja. Kijk, we hebben kniepertjes gekregen. En als jullie dan met elkaar eenmaal weten, is dat wat? Nou, heel fijn. Ja? Ja. Ja, toch? Ja, hartstikke lekker, hoor. Ja. Zo. En nou stickers. Wat gebeurt hier? Nou ja, hier is natuurlijk 3 weken lang. Is hier pitjeballen, zeg maar. Spring en dressuur. Ik word niet van dressuur ook. Ja, lukt ook wel. Gewoon allemaal pitjeballen, zeg maar. En, maar vandoor ben de ponies. De ponies? Ah, dat is zo mooi, hè. Oh. Mijn blend. Ook dicht. Ging houden, hè? We staan voor de ingang. Wat is de show nou van zeg maar 3 weken lang hier in Zuurbroek aan de bak geweest? Vrijwilligerswerk, hè? Dus ja, dat doe je. Ja, dat beetje draaien, dan blijft het noorden, dat is het mooiste. Hè? Ja. Ik denk dat er nergens in Nederland meer publiek komt dan in Zuurbroek. Ja, dat meen ik echt. Ja. Hè? Kijk maar gisteravond, kijk nu maar zo op zondagmorgen. Ja, dit is wel een heel bijzonder evenement. Nog even begonnen.
Het is wel zo dat de kinderen nou weer peer vergeten hebben. Wat ben we nou aan het doen? Parcours lopen. Gewoon de bordjes volgen van 1 tot en met 8. Die rooi is 1. Ja. Dan ga je naar 2. En dan die vrucht daar is 3. En dan 4. En dan ga je naar 5. En dan 6. En dan 7. Nou, dat snap ik. Kom. De eerste oorring. En dan die kant hoor. Ja. En dan weer terug. Ja. Ja. Ah, het wordt niet gauw. Hoe is dat zo om zeg maar, zo'n peerdriend dochter te hebben? Ja, geweldig. Ik heb zelf altijd gereden en nu mag zij het doen. En we zijn bloednerveus als ouders. Echt goed. Maar, ze doen het geweldig. Ja. En wat doe je eraan om je moeder een beetje gerust te stellen? Zo'n nerveuze moeder, dat is wel lastig, hè? Ja, maar er is eigenlijk niet heel veel aan te doen. Want ik, ja... dus ze gaat toch allemaal heel zenuwachtig doen en zo, dus ja. En als zij op pitje zit, wat doet die dus? Nou... Nee, ga maar meespringen, dan gaat ze zo. En los hem zo, ja, als zij springt, dan doe ik ook zo. Nog een keer? Ja, bijna zo inderdaad. Ja, ik spring mee. Ja, wat mooi, fantastisch. Wat een herrie, ja, Dirk. Waar heb je weer een herrie mee, jongen? Ja. Wie komt net van pitje springen. En wie komt weer bij die opbus. En die hangt hier zijn alle cabaret aan gaan spuien. Expeditie Grun, kalender. Ja. Nou. En al puur vol. En toen zou je wel het doen, hè? Ja, een of andere man met witte energie, Renault was, stond erop en hij zei van, jullie zouden bij hem in de kerk komen en ook even kleiner van, hoor. Mooi, ja. Nou, mooi zwart. Doe Chris de eerste. Hé, hey, hartstikke mag verder vertellen, hè? Nee. Mooi, is toen wat een kalender. Om best toe best, hè? Bedankt. Ja, klaar. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. Ik zeg u wel eens in met collega's die ook aan het werk maken. Ja, we waren. Ik heb bij AB gereden. En mijn dochter zei gelijk: kijk, mam, jij hebt ook bij AB gewerkt. Nou, en ik had de kinderen mee en hij heeft ze zo mee. Jullie zijn collega-truckers? Ja. Ja. Ja, en waar komen jullie vandoor? Ik kom van de Zeeuws-Vlaanderen. En wat is die dan, kerel? Ja, ik heb hier in de buurt moeten laden en dan moet ik weer terug naar Brabant en dan daar los en dan naar huis. Op zondag? Op zondag. Dat gaat gewoon door in de aardappels. Oh, ik wil zeggen, maar alles mag toch niet rieden op zondag? Nee, voeding. Want er zit bederf op en aardappels vallen onder voeding, dus daar gaan we goed mee rijden. Ja. En waar komst u? Waar komst u Friesland? Ja. Dat ken ik wel. Ik kom uit Mantrum. Ja. En waar ligt dat in? Ligt dat duimpje in Friesland? Tussen Sneek en Leeuwarden. Kie. Ja, en ik heb samen met mijn man deze vrachtwagen. Dus wij rijden om en om. Dus vandaar, kijk, er is alleen uit de auto. Zijn je door wat kleine kinderen in de auto? Ja, klopt. Kijk, hallo. En zij is ook mee. We hebben in de bieten vandaag, in de suikerbieten. Echt hoor? Ja, klopt. En dan zegt de jeugd gewoon zo van, we gaan met? Met mama mee, hè. Ja, maar zo hoort dat, hè. Dat wordt met een paplabel erin gegoten, toch? Ik voel dat jij komt dat je een truckersdochter bent. Ja, klopt. Ja, helemaal. Ja. En hoe ging dat bij jou dan? Ik ging vroeger met mijn vader altijd mee. En dat was morgen gewoon 4 uur eruit. En dan was ik al vroeg wakker. En dan ging ik mee de hele dag. Maar... Hoe reageerde mensen erop? Dus zeg maar dat een blonde dame zoals doet met zo'n grote vrachtwagen aan kan knapen. Ja, hoe moet ik het zeggen? Zeg maar gewoon. Je hebt wel bekijkt, ja. Ja. Maar we hebben ook altijd een gezellig praatje. En hoe vinden jullie het? Heel leuk. Ja? Wat vind je er zo leuk aan? Nee, dat ik dan gewoon met mama mee. Ja, met de auto en dan kan ik een beetje de weg kijken en zo. Het is ook landelijke jeugd truckerdag. Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Ja. Mijn zoon wou ook eens een keer een weekendje mee, dus dan nemen we hem gewoon een keer een weekendje mee, dat mag. Jij zei zelf, denk papa, ik ga mee? Ja. Wat vinden ze mooi aan? Dat we overal komen. Ja. En dan ben je het hele weekend met papa en dan zit je hier in die vrachtwagen? Ja. Ga je ook af en toe slapen? Ja. Waar ben je opgestaan vanmorgen? Vanmorgen waren we niet vroeg, hè? Nee. Dat weet je maar niet. En natuurlijk één vraag nog, wat wil jij later worden?
brandweerman. Oh. Ik denk een kapper. En? Goedemorgen, Michelle. Ook kapper. Ook kapper, ja. Ik ook. De vlam in de pijp, scheur ik door de Brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis. Noordwijk, hartstikke idee. Heb toeten van Albert? Albert, gefeliciteerd, hè? Albert. Eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Je begon dat verzinnen bij Dob. Toch? Dob, hè? Ja, dat klopt. Doezemer. Au. Ja, dat is oudjaars. Ja? Ploeg. Ploeg. Oh, plauw. Ja, nee, was geen kwitje. Ja, ja, ja. Dob en Dob. Dob. Ja. Dat is zo'n plauw die is opgericht voor, om zeg maar, Arne Lennen in Dorp te krijgen. Wel bist u? Jelle. Wel bist u? Ilke. Draai eens een zijtje om. Stond je nog op zulke plek? Ja, 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 ja. Mooi man. Hey, jongens, even over die plauw. Hoe is er eigenlijk ontstaan? Hoe roet? Ja, vroeger waren er al wat vernielingen in het dorp. En daardoor is de dorp opgericht om gezamenlijk het nieuwe jaar te vieren. Maar waar voor jou als jong kerel is het mooi aan? Ja? Nou ja, dat is leuk om met alle jongens uit het dorp die samenkomen om met elkaar te praten. Ja, ja, dat is wel leuk. Dan zie je iedereen een keer weer. Ben je zo'n blauw reactie wat flauwekul vreten in het dorp? Ja, ja, dat hoort er wel bij. Hè. De stunt noemen we dat. Wat is uw mooiste, markantste stunt geweest? Ik denk dat was een paar jaar geleden toen we de wildopvangst de paardentram die hebben bij ons vreemd. Ja, dat waren wij, ja, ja zeker. En toen hadden ze een beetje een probleem in Groningen met, nou ja, met vervoer, openbaar vervoer. En toen hebben wij gezegd van dan gaan we die tram, die gaan wij ontframen en dan gaan wij daar rondjes rijden in de straat. Dus dat hebben we toen gedaan. Opbrengst en een goed doel. Dus dan, Wat zijn de reacties dan? In eerste instantie wordt er wel gestolen, zeg maar. Ja, en, ja, ja. En, ja. En hoe leg je dat in WB? Nou kijk, volgens als ze weten dat er wat positiefs, een positieve draai aan wordt gegeven, dan kennen ze dat wel hebben. Dus dan, ja. En wat gebeurt er nou, joh? Mooi kerel, mooi. Wat gebeurt er nou? Ja, kijk. Nou zijn we bezig met de Dob Radio. We zijn bezig met een bingo. En alle mensen in Doezum die luisteren naar de radio en die zijn aan het schrijven. Dus de eerste hebben ze de bovenste kaart hebben we al gehad, dus boomslijn hebben we gehad en nu gaan we voor de hele kaart. Ja, we hebben net even een kleine pauze, want er is net een mevrouw geweest, die had een volle kaart. Ja. Dus dan hebben we haar even beloofd dat ze even rustig naar huis mag lopen en dan spelen we weer verder. Als mensen nou op een gegeven moment melden dat ze bingo hebben, ja, die zitten thuis. Ja, die zitten thuis. Hoe komen ze toe erachter weer? Die moeten naar de tent komen. Kennen we middag? Ja hoor. Ja, okay, ja. Carine, geef jullie even een kaart. Zeg maar, neem de route naar de mensen in plooitje draaien en kom eraan. Oh. En 28. 28, Joyce. Ja, mooi. Ja, 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 ja. Gaat mooi. Okay, dit waren ze weer. Oh. Nou, alweer. Ja. Hi, Pries. We kregen hier nog even een WhatsApp-berichtje binnen. Ja. Zeg maar dit. Graag een plaatje. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Dirk Boscher van RTV Noord. Nou ja. Hij de grappigste reporter is die wij graag op RTV Noord zien. Ja, maar hoe zijn hè? Ja. Ja, daar word ik vrolijk van, dus daarom een plaatje. Een plaatje van Bobby. Bobby? Met Be Happy. Be Happy? Yes. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Nou, Wildervanken. Joyce. Ja. Een beetje een rol voor rol, hè? Ja, ik zie de auto daar al staan, op de carpoolplek. Er is dus een persoon die is al 9 weken lang heeft hij geleefd in zijn auto. Oh? Je bent even doorwezen, man. Ja. Mooi kerel. Hoi. Hoi. Waar hoor ik nou, joh? Ja, dakloos. Ja, ik hoor het, ja. Ja. En nou bist u in de situatie terechtgekomen? Ik ben in 2017 volgens mij dummy schulden, zeg maar. Op een gegeven moment kon ik niet meer rondkomen. En ik ben bij een bewindvoerder gegaan. En, ja, een bewindvoerder is iemand die dus die geld beheert en dan betaalde aan die een gedeelte uit om van te leven, toch? Dat is ja, toch een bewindvoerder? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja, en die moet dus de vaste lasten betalen. Ja. Ja, dan op een gegeven moment gewoon mis. En waarom ging er dat mij betold, hè? Echt, op een gegeven moment niet meer betalen. Ja, dan al top. Hij had dat nooit betold? Hij had dat nooit betold, nee. En dat wist toen nooit?
Nou, ik kreeg op een gegeven moment een bericht dus van de accountants van dat ik dus een huur aangestaan had. En ik ben wel door en naartoe gegaan. Maar ja, er is een bedrag betaald om met de aangestaan weg te werken. Maar op een gegeven moment ging het alsnog mis. Ik sloop in 1 week al in Oudejaar. Dan komt de winterperiode eraan zetten. En ik kan je zeggen, als je het s'nachts, min 4, dat is nog te hard. Maar het moet niet nog lager gaan, want ja, dan is het gebeurd. Doe helpt er nog wat meer? Ja, ik zorg dat hij de weekenden 3 nachten bij mij kan slapen. Meer mag ook niet van de gemeente. En ja, dat is het enige wat ik kan doen. Kijk, ik heb op het moment heb ik geen werk. Dat 11 april dan kan ik het begin, zeg maar. Maar ja, 11 april is het nog lang niet. Maar kun je zo een uitkering, hè? Nee, ik moet een adres om zeg maar, in de schrijven kan staan. Maar Jeremy Schulden geeft dat niet van. Want de schuldeisers die gaan dus naar het adres heen, waar ik in de schrijven sta. Ja, dan wordt degene zeg maar, waar ik in de schrijven sta, die wordt dus gewoon alles afnemen. Eten kan ik hem geven en warmte en liefde. Meer kan ik hem niet geven. Maar dan moest toch ergens een perspectief hebben? Ja, ik ben... Mijn gevecht is streden. Ik weet niet meer. Ja, waar bedoel je staan in mijn gevecht is streden? Er is niks meer. Dus als ik ergens naartoe wil en ik wil, dan moet ik maar een verslaving hebben. Als ik een drugverslaving heb, ik heb een alcoholverslaving, dan word ik direct helpen. Maar die heb ik niet. Nee? Nee. Dat probleem is er niet? Dat probleem is er niet. Die is die van Jorden, zeg maar altijd zo van gelukkig naar Jorden. En dan wens ik die eigenlijk ook ja, maar. 2020 kan al beter en ik kan alleen maar beter worden als 2019. Dat is een feit. Dat is een goeie instelling. Ja. Het is een jong kerel. Ik ben met de ene kant van Expeditie Grunven vandoor. En ja, die gaan er ook wel eens vrolijk goed, maar vandoor. Ja. Succes, jong. Kom te. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het kijken en wat ons betreft, tot de volgende keer. Maar ja.